Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van autofans, waarbij we regelmatig een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en naast mij zit Alpine fanboy Joram van Akker. Yes. Want Joram, wij bevinden ons in de Alpine, maar niet zomaar eender welke Alpine A110. Ja, de S. De S, absoluut. Met 300 paardjes. Nee, yes. Klopt. Dat heeft de GT eigenlijk ook, maar stevigere ophanging en zo, wat we ondertussen wel al gemerkt hebben op de kasseien rond ons kantoor. Inderdaad. Maar ja, sportievere versie. Voilà. Nog even voor de officiële mededeling. We bevinden ons in Duitsland, dat zeg ik er altijd even bij. Ja. Al die Belgische nummerplaten rond ons. Dus, ja, dat is de uittocht van de Belgische toeristen. Dat einde van de vakantie. Voilà. Dat komt goed. We zijn aan het ritsen en als iedereen weet wat hij moet doen... Ja. En ze staan allemaal op camera. Nee. Voilà. We hebben bewijsmateriaal, jongens. Nee, maar inderdaad, de Alpine A110S. Misschien moeten we even voor de volledigheid meegeven. Ik kan dat even reproduceren, want ik heb er gisteren de video mee opgenomen. Maar Alpine heeft zijn gamma een beetje herschikt, want die hebben sinds 2017 zo verschillende versies van een Alpine uitgebracht. Ja. En nu zijn die allemaal, hebben die een soort hiërarchie gekregen. Hè? Dus er is de basis Alpine A110, die bestaat nog altijd. En dan is er de GT en de S bijgekomen. En zoals je al zei, de GT en de S die hebben iets meer vermogen, maar ze hebben allebei wel een ander karakter. Ja. De GT is iets meer Grand Tourer. Ja. En dit is zogezegd de versie voor mensen die op circuit willen gaan. Ja. Is deze eigenlijk ook lichter, weet je dat? Of, want de GT zou verwachten misschien dat hij iets meer comfort en iets meer... Ze hebben hier en daar een beetje beknibbeld op wat materiaal. De zetels bijvoorbeeld, zoals je gemerkt zult hebben. We zitten in kuipzetels uit één stuk, die op rails staan, die alleen maar in de lengte verschoven kunnen worden. Dus we kunnen niet in de hoogte, we kunnen geen rugleuning verstellen. Het draagt ook bij tot het sportievere cachet natuurlijk. Er zit een carbon dak op, maar dat is een optie. Dus standaard is hij op zich niet zozeer lichter. Wat wel het grote verschil is, is dat de topsnelheid hoger ligt. Waardoor ik denk dat de gewone Alpine, dat ze die eigenlijk veiligheidshalve een beetje begrensd hebben. Ja. Op 250 km per uur. Dus de typische begrenzer. Ik ben even vooruit aan het kijken, is het een Cayman of een Alpine? Het is aan de lichten naar links trouwens, dus het komt goed uit. Het is een Cayman. Oké. Gaan we het straks over hebben over de Cayman? Zo de Cayman in the room. Voilà. Zo'n is dubieus kijken aan het verkeerslicht. Ja. En moesten we er echt naast kunnen staan? Dat we kunnen daar in principe naast staan als een X4 zijn huiswerk maakt. En zou die mens ook kijken naar ons? Of? Nee. Hij heeft geen interesse. Het is een typische Cayman-chauffeur. Een grijze man. Die... Voilà. Ja. Hij heeft zelfs niet gezien. Nee. Ah, het is een GTS. Het is wel... Ja, kijk. Voilà. Nee, maar wat waren we dus aan het zeggen? De A110S heeft iets meer vermogen dan de basis Alpine, maar heeft ook een iets hogere topsnelheid dan de basis en de GT. Namelijk wel 275 km per uur. Wat eigenlijk, vind ik, een best een mooie prestatie is voor zo'n 1,8 viercilinder. Eigenlijk wel, ja. En ook 300 pk uit een 1,8 viercilinder is eigenlijk ook al niet mis. Nee, dus, pas op, er zijn merken die voor meer hun hand ook niet meer omdraaien. Ja. We kijken naar Mercedes bijvoorbeeld. Dat is ook waar, 2 liter zijn dat zeker. En die hebben gemakkelijk 400... 400 plus, hè. Maar dat maakt ook wel dat deze S iets of wat dubieuze styling... aanpassingen heeft gekregen. Ja, dat is als Alpine fanboy. Voilà. Is dat moeilijk om naar te kijken, vind ik persoonlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien heel leuk vinden. Dat oranje feu dat je misschien net kunt zien. Die spoiler en dat aero-pakket en zo. Dat is het hem inderdaad niet helemaal. Maar het maakt wel, het aero-pakket is echt volledig functioneel. Het is niet alleen de vleugel achteraan. Maar het is ook de lip van voor. En vooraan geeft het 60 kilo meer neerwaartse druk, achteraan een goede 80 kilo. Ja. Dus dat maakt wel dat hij stabieler is op de snelheden. Als je op het circuit gaat, dan heb je dat wel nodig. Ja, absoluut. Deze. Dus, absoluut. Inderdaad. Maar voor mij is een Alpine altijd een beetje de keuze van de alternatieveling. Mm-hmm. De alternatieveling vindt dit waarschijnlijk niet zo'n bescheiden auto niet meer. In mijn Alpine kun je gewoon ergens toekomen zonder dat mensen noodzakelijk zeggen van wow, een Porsche of zo. Ja, dus, het is een auto die hoofden doet draaien, maar die dan wel uit een soort respectvolle keuze. Ja, voilà, wat dan een Porsche niet meer altijd heeft. Nee, ik had een
een paar maanden geleden die een Cayman GT4. Mm-hmm. En je merkte aan heel veel mensen dat ze bewust niet keken naar mij. Ja, ja. Want ze gunnen het je zo gelijk niet van te zeggen dat je een mooie auto hebt. Ja. Bij een Alpine zien de mensen wel nog kijken, omdat ze soms gewoon ook niet weten wat dat is waarschijnlijk. Ja, klopt. Nu, ik moet wel zeggen, ik heb er 4 dagen mee gereden en de blikken zijn soms ook iets minder respectvol, ja, door de vuuroranje in het aero-pakket. Ja. Ja. Het heeft wat het imago van aftermarket te zijn, maar het is dus een optie. Het is €5.450 wel. Voor dat aero-pakket? Voor het aero-pakket. En dat dak, weet je, dat is ook een optie, zei je? Dat is ook een optie, het carbon-dak. Ja. De prijs daarvan weet ik niet van buiten. Maar eigenlijk standaard kunnen zo'n S wel volledig in het discrete Alpine dingen aankleden. Ja. Dat kan. Wat we ook net hebben opgemerkt zijn de uitlaatroffels. Schakel. Je staat in. Ja, ja, voilà. Ja. Het is inderdaad de versnellingsbak. Het is de DSG die hier nog altijd gebruikt in zijn sportievere modellen. Dus de Clio, de Megane RS hebben die ook allemaal gehad. Ja. Is een goede bak, niet een beste bak, maar is vooral in manuele modus wel heel goed. Ja, ja, ik had hem in automatisch staan. Mm-hmm. Maar hij verkoos de tweede versnelling. Hij heeft wat bedenktijd nodig. Hè? Ja, ja, eigenlijk zo van, wel. Maar... Ja, ze zijn zeker zo'n beetje op zijn Franse. Van... Qua. Goh, boah, oui, mais. Voilà, en dan. Enfin, bon, si vous voulez. Voilà. Maar waarom geen manuele? Allee, dat denk ik dan. Waarom geen manuele bak? Dat vind ik wel een beetje jammer. Dat is een, dat is een goede vraag. Ik neem aan, omdat ze de DSG sowieso op de rekken hebben liggen, omdat die bakken ook wel veel verbeterd zijn tegenover 10, 15 jaar geleden. Ja, dat is waar. Is sowieso sneller. Ja. Het schakelen is sowieso een stuk vlotter dan als je zelf in die pot zou zitten roeren, maar het gevoel is toch wel belangrijk bij een Alpine, zou ik denken. Ik zou de optie niet verkeerd vinden, zoals dat Toyota gedaan heeft met zijn Supra, van plots zoveel jaar na datum toch even bedenken van we gaan er toch een manuele bak in. Ik weet ook niet in hoeverre dat daar uitstoot bij komt kijken. Dat is een open vraag. Want ik weet niet of een manuele qua CO2 meer uitstoot dan zo'n DSG. Misschien op de testbanken wel. Ah ja, oké. Ja, ik wil het... Allee, mensen mogen mij gerust corrigeren. Het lijkt me eigenlijk altijd of dat automatisch meer uitstoten dan manuele, maar... Dat is gewisseld, hè. Is dat? Okay. Ja, ik denk dat wel. Ik zit nog te veel met mijn hoofd in Jaguar S-Type land. Toen deed uitstoot er ook niet toe. Nee. Dat is duidelijk aan de BV. Wat je inderdaad zegt van die DSG, er zijn zo wat concurrenten geweest de afgelopen jaren die intussen ook op pensioen zijn gegaan, zoals een Alfa 4C. Dat was ook alleen maar met een TCT van Alfa. Ah, is dat ook. Ik heb nooit het recht of de kwelling gehad om ermee te rijden. Ik weet niet welk dat ik moet zeggen. Maar... Goh, ik denk dat de meningen daarover heel sterk uiteenlopen. Die auto had sowieso ook wel wat kwaliteiten, hoor. Het was een... Sowieso de styling was echt top, hè, van die 4C. Ja, dat was een waanzinnig mooie auto. Zeker in dat rood. Aandachtstrekker, maar op een positieve manier. Ze hebben ook de gok genomen om daar geen elektronisch bekrachtigd stuur op te zetten, ook geen stuurbekrachtiging to court, wat het wel een hele vermoeiende auto maakte. Ja. Niet echt een auto om in centrum Gent te verkozen. Nee, sowieso eender welk centrum was echt... en vooral ook omdat dat was een hele zoekerige auto. Is een 30 coupé. Sorry. In niet mismeesterde staat. Dat was een heel zoekerige auto. Op snelheid, als het asfalt zo'n beetje moeilijker lag, dan volgde die zo elk spoor en dan was echt zo constant zo'n beetje corrigeren en dat maakt het niet plezanter. Ja. De motor, hetzelfde als hier, lag ook centraal achterin, echt vlak achter je oren, maar dat was ook een hele luide motor en heel aanwezig heel de tijd. Dat is ook een Impulse 7 of zo, denk ik. Het is ook geen grote motor, maar... 1750 was dat, hè. Het vermogen ben ik kwijt, dat weet ik niet meer van buiten. Die Alfa motor. Ja, absoluut. Juist, die heeft ook nog in een 159 gelegen, denk ik. Ja, dat is goed mogelijk. Ooit nog voor in gekeken, de... omdat dat... Uiteraard, de Joram-keuzes. De Lotus Elise is natuurlijk ook op pensioen gegaan. Was ook zo'n beetje de referentie, denk ik, in de middenmotor tweezitters. Ja, 20 jaar lang of zo. Hoe lang is dat ingemaakt? Dus van 1997, of eind 96. Oké. Begin 97. Ja. En dan, de basis is altijd ongewijzigd gebleven, dat gelijmd chassis. Ja, ja. Maar dan een generatiewissel begin jaren 2000 en dan altijd zo'n beetje voortgeëvolueerd. Maar dan nu,
de Emira moet hem wat opvolgen met de viercilinder, dan ja. denk ik dat misschien, dit misschien ja. ook een beetje referentiemateriaal gaat worden. Ja. Met de V6 is de Emira natuurlijk de Evora-opvolger, dus is het misschien ook net een categorie hoger. Ja. Ja, qua prijs weet ik ook niet in hoeverre dat... We hebben ons huiswerk uitstekend gemaakt, ja. ik weet het ook niet. Nee. voilà, maar iedereen heeft internet, hè, dus. Zoek het gewoon zelf op. Jawel. Ja, en wat dan de grote olifant in de kamer is, die we daarnet heel even hebben benoemd, ja. is de Porsche Cayman. Hè? De Cayman in de kamer, ja. De Cayman in de kamer, inderdaad. Twee zit coupé, centraal, achterin motor, viercilinder. Voilà, ja, inderdaad, ja, in de niet, basis. Ja. Maar ja, als we dan naar dit gaan kijken, wat dat dan toch zo'n beetje de circuitgerichte versie is. Ja, als je bij Porsche een circuitgerichte Cayman gaat zoeken, ja, dan zit hij ineens... Een volle categorie, heel, categorie hoger. Daarjuist hebben we nog naar mijn review gekeken van de GT4 van de Cayman. En ik zag de prijs staan, €108.000. Ah ja, voilà, kijk. Als je dat vergelijkt met dit, hier heb je huiswerk wel over gedaan. Ja, meester. Hoeveel was dit? Dit is €72.250 zonder opties. Ja. Dus zonder het aero-pakket, zonder het carbon dak. Er zijn nog hier en daar enkele details. Ik denk ook dit opbergvak, want daar moeten we het zobiet over hebben. Ja. Maar dus de S met een 300 pk motor met de chassisafstelling van een S is €72.250. Ja. Okay. Dat is €12.000 meer dan een basis Alpina. Oké. Okay. En een basis Boxster met viercilinder, die gewoon... basis Cayman of Boxster eigenlijk al ja, maandenlang. Ja. Die gewoon Cayman heet dan, is ook om en bij de €60.000, ik denk ook iets meer. Ja, dus die twee zijn wel echt gewaagd aan elkaar in basisversie. Ja, zeker en vast. Ik denk, ja oké, de Cayman weegt meer. Dat is van 1400 kilo, denk ik, in vergelijking met 1100 of zo. Dit is 1100 inderdaad, ja. Maar die heeft ook al meer vermogen waarschijnlijk, is een basisversie. Terwijl dat een basis Alpine is 252 pk. Ja, inderdaad. En wat je bij de Cayman dan natuurlijk ook wel hebt, is de keuze van een manuele versnellingsbak. Hè. En een hele goede manuele versnellingsbak natuurlijk. Ja. En hier zijn ze altijd gebonden aan de TCT, wou ik al zeggen, de DSG van Renault. Ja. Die ook een eigen benaming heeft, is dat EAT? Waarschijnlijk niet DSG, want dat is eigenlijk Duits. Voilà. Getriebe, maar... Als de merken hun afkortingen voor dat soort versnellingsbakken nu eens uniformiseren. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Maar wat ik wel heel goed vind aan deze DSG, is die schakellepels. Die staan vast aan de kolom. Dat je hebt daar ook voor- en tegenstanders. Dat is bij de Cayman trouwens niet zo. Nee. Ik vond dat redelijk storend aan die GT4. Omdat dat zo'n track-focused auto is. Mm-hmm. En die heeft dan pedaaltjes die meebewegen met je stuur. Zodat als je stuur gedraaid hebt, dat je eigenlijk niet weet waar dat je moet... Je blijft er met je hoofd wel bij, maar in principe weet je soms niet wat je moet doen. En hier is dat veel gemakkelijker. Ja. Dus ja. En ze voelen ook wel... Oké, het is geen Alfa Romeo aluminium, denk ik. Maar ze voelen wel redelijk kwalitatief aan. Dus en ze zijn groot genoeg. Ja. Want dat is ook vaak een probleem, hè? Dat ze van die kleine dingetjes zijn. Ah, ja, en als je dan iets te veel draait, dat je zo moet gaan liggen teruggrijpen. Voilà. Maar ik kan er ook redelijk weinig negatiefs over zeggen. Dus, buiten het feit dat kleur mij niet aanstaat en dat die spoilers er van mij aan. Maar dat zijn keuzes die je maakt. Hè? Nu, als je een Alpine koopt, één groot negatief punt waar dat je altijd mee geconfronteerd wordt, en dat heeft de 4C. Ik weet niet wat dat is, hè? En dat had de 4C ook, is het schrijnend gebrek aan opbergvakken. Ah ja. Dat doet een Cayman natuurlijk wel beter, maar er zit bijvoorbeeld geen handschoenvakje. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom, want er is wel ruimte voor. En vooraan zit er een opbergvak, dus er zit niks van mechaniek in. Dat is waar. Ook geen motor voor in, dus eigenlijk heb je... Voilà. Je hebt in de deurpanelen niks. Je hebt hieronder wel een vak, maar zoals je misschien al gemerkt hebt, zit er vast met je hand. Hè. Je doet je hand pijn als je je portefeuille wilt pakken. Het doet fysiek pijn om je vat eigenlijk uit te halen. Ja. Het doet je portefeuille pijn en dan doet je hand pijn. Zo simpel. Je hebt wel een optioneel vak hier, maar dat is zo'n beetje Mazda MX-5 gewijs. Hoor. Die hebben daar ook zo'n netje of wat is dat? Dit is wel heel mooi, moet ik zeggen. Bij de Mazda MX-5 zit dat wel ingebouwd, denk ik. Ze draait echt zo'n plastic klep aan, omdat dat de bedoeling is. Dus hier, ik ga niet mensen laten gaan. Voilà.
Achteraan heb je achter de motor nog wel een vak, maar jij hebt daar een heel terechte opmerking over gemaakt. Ja, dat is heel interessant. Er past een curverbox in, maar niet door de opening. Dus voilà. De koffer is eigenlijk groter dan dat de opening is, waardoor dat je dingen in de koffer zou krijgen in het hypothetische geval dat de opening groter was. Maar je krijgt het er dus niet in. Dus een curverbox, als je naar de winkel geweest bent, hoort zoals jij een foto van hebt, denk ik, gewoon op de passagiersstoel en dan moet je via de winkel gaan. Dus, ik heb inderdaad... de oefening gemaakt afgelopen weekend om mijn wekelijkse boodschappen te gaan doen met een Alpine. En ik moet zeggen, de Alpine is eigenlijk de perfecte boodschappenwagen. Het gaat. Ja? Je moet wel alleen boodschappen gaan doen. Je mag niemand meenemen, want je moet dan ene plooibox hier op de grond zetten, de zetel erachter zetten en ene plooibox op de zetel zetten. En dan is het perfect mogelijk om wekelijkse boodschappen te gaan doen. Oké, ja. Maar goed, ja. Hoeveel mensen gaan er een Alpine kopen als enige auto? Dus... we zullen dan maar... Ik denk dat ze bestaan. No, maar dat is een goede vraag. Nee, maar... wie is het doelpubliek van zo'n Alpine, volgens jou? Ik? Nee. naast... Ja, ik denk... anekdote. Alpine zit een klein beetje in mijn familie aan mijn moederskant. Niet dat iemand ooit een gat heeft, maar die zijn altijd heel... Maar die zijn altijd heel zot geweest van rally. En een Alpine is voor mijn onkel aan mijn mama's kant altijd zo de droomwagen geweest. Toen ik eens een Alpine had, ben ik bij hem langs geweest. En ik ben zo praktisch staan in zijn ogen van er gewoon een keer mee te rijden. Dus voor zo'n mensen, denk ik, op het moment dat zij 60.000 euro kunnen verzamelen, dat ze niet echt iets anders mee weten te doen. Ja, ik denk dat zo'n mensen dat kopen. Als ze een bepaalde affiniteit hebben met zo'n beetje rally en klassieke wagens, dat dit... ja, veel klassieker dan dit wordt het eigenlijk niet als je het over moderne wagens hebt. Ik vind dat wel interessant, want hoe reageerde hij er dan op toen dat merk terugkwam en toen dat hij het product zag staan? Want bij wat dat dit eigenlijk zo'n beetje is zo'n heel moderne interpretatie van iets heel klassiek. Ja. En wie daar eigenlijk het eerst mee was 20 jaar geleden, was Mini. Hè? En je hebt mensen die dat allemaal niet erg vinden, maar je hebt ook een hele duidelijke fractie binnen de mini-community, zal ik maar zeggen, die heel categoriek zeggen van die BMW-rommel moeten wij niet hebben. Het is misschien ergens een verschil in die zin dat dit nog van Renault is. Alpine was altijd Renault eigenlijk. Terecht opmerking, Ik vind de styling ook... ik heb mensen al horen zeggen dat ze het niet mooi vinden. Ik vind het super mooi, want ik vind qua retro-styling, als je wilt dat lijkt nog op het origineel, dan is dit wel heel goed gedaan. Als je natuurlijk het origineel niet in je achterhoofd hebt, vind het misschien een beetje een rare vormgeving van voor, met de vier koplampjes. Ja. Maar alleszins, mijn onkel was er heel positief over. En ik vind het ook wel gewoon, ik vind het gewoon geslaagd. Ook qua rijgevoel en zo. Niet dat ik met een oude Alpine gereden heb, maar dit is zo in mijn hoofd hoe dan een oude Alpine waarschijnlijk zou gevoeld hebben zoveel jaar geleden als je erin zat en toen dat dan een nieuwe auto was. Ja, waarschijnlijk alles nog eens extra versterkt. Ja. Zo, de motor, ja, veel kleiner en de trillingen. Dat is dan echt een blik. De temperatuur. De temperatuur, ja. Dan deelt je echt al je cabine met zo'n motor. Was dat hier ook een klein beetje het geval is, vind ik wel leuk. Ja, wel, de motor is de passagier die je altijd bij hebt, een beetje. Ja, die er wel in past. Zo. Voilà. Ja, maar dan. Maar ja. We gaan voor de sport. We gaan nog even richten. Ja? In deze Duitse bebouwde kom. Ja. Heel Duits allemaal. Voilà. Ja. Ik ging Duitse kenmerken benoemen van bouwstructuren, maar ik weet er geen. Bauhaus. Allemaal Bauhaus, ja. En, maar jij rijdt er dus al sinds, vier dagen mee? Sinds afgelopen donderdag. Nee, sinds donderdag of vrijdag? Sinds vrijdag. Ja. En ik kan naar mijn kwartier rijden nu en mijn complete fanboyheid erover wel positief zijn, maar wat zijn uw bevindingen dan? Wel, ik moet eerlijk zijn, ik heb in 2018 met een basis Alpine gereden. Ik heb daar een Autofans Tour mee meegereden toen ik nog niet voor Autofans werkte. Als fan eigenlijk. Voilà, als supporter van de goede zaak, zal ik het zo benoemen. Maar ik vond dat toen een aangename auto, maar het probleem was toen, ik heb niet ver daarvoor voor de eerste keer met een Cayman gereden. En ook al was dat een basis viercilinder, dat was een ding met een manuele versnellingsbak. Ja. En dat was een van mijn eerste echte degelijke Porsche-ervaringen. En dan dacht ik wel van... ja, het is toch niet hetzelfde. Maar er is nu 4 jaar overgegaan en ik ben die gaan halen de vrijdag. Ik ben naar huis gereden en onderweg dacht ik van... het klikte allemaal terug. En ook al is dit eigenlijk...
dit is niet de versie die ik zelf zou nemen. Ja. Ook al omdat ik niet zo'n circuitrijder ben, maar gewoon het feit dat dat ding stuurt zoals het stuurt, dat is al reden genoeg om te zeggen, ja, ik snap de auto. Dat is ik, wel ik snap wat dat ze willen doen. Ja. Want het is een elektronisch bekrachtigd stuur en ze hebben er wat aanpassingen in gedaan in de S-versie. Om het toch ietsje directer te doen aanvoelen. Ah, oké, het is wel aangepast. Het is een beetje aangepast. Ja. Maar... Ja, het is bij mij ook 3 jaar geleden, denk ik, dat ik met een gewone Alpine gereden heb. Dus voor mij is er eigenlijk weinig verschil te voelen. Ja. Behalve dat de ophanging wel een stuk harder is. Ja. Maar, dat is wel het grote minpunt, want dat doet die basis... Allee, minpunt als je een Alpine koopt om heel om polyvalent te gebruiken. Niet op het circuit te gaan, inderdaad. Ja. Maar voor de rest, ja, het enige wat ik een beetje jammer ook vind, los van het schrijnend gebrek aan opbergvakken, is de motor sound niet in de zin dat het wat saai is, want dat snap ik van 4-cilinders en dat komt een Alfa 4C ook niet echt top maken. Ik vind het wel heel goed klinken voor een 4-cilinder persoon. Maar ik vind hem te karikaturaal. Ah, ja, okay. Als je hem in de sport en een track modus zet, want hier zit een actieve uitlaat op, de basis Alpine heeft dat niet. Zullen we dat hier even kunnen simuleren? Dat het zijn zo'n geprogrammeerde plofjes en je weet perfect wanneer dat ze komen als je op de juiste momenten schakelt. En ik vind dat niet nodig. Ja. Dat is tof als dat er toevallig iets doorkomt, maar als je als het zodanig erin engineeren en als je weet wanneer het komt, dat is niet nodig. Ja, ik snap het. Normaal ben ik heel hard fan van zo puur en allemaal echt houden, maar ik moet wel zeggen, als ik met de gewone reed, zoveel jaar geleden, misschien ik had ook minder ervaring en zo. Maar toen had ik wel zo'n gevoel van, ik mis dat eigenlijk. Ja. Dat is zo niet een beetje ploft en een beetje feller klinkt. Ja, voilà. Dus ergens kan ik het hier wel nog appreciëren. Maar inderdaad, die plofjes, ik weet eigenlijk niet, was dat vroeger ooit een ding? In die zin van, als het vroeger ooit een ding was, is het waarschijnlijk niet echt. En is dat puur toegevoegd zonder enige reden? Ja, vroeger was het gewoon was dat eigenlijk, cru gezegd, iets dat misliep in... Ja. In de verbranding, hè? Er nog onverbrande benzine van achterin hun dingen terecht kwam. En dat daardoor een plofje gaf. Maar ze hebben dat doorheen de jaren ook gewoon daarin kunnen programmeren. Ja. Mini is daar heel goed in geweest, met die Cooper S's en die John Cooper Works'en. Maar nu is het, je kunt het bij wijze van spreken voor eender welke auto een uitlaatlijn bestellen, waar dat hem gaat ratelen en gaat ploffen en gaat knallen. Ja. En dan denk ik, En dat heeft nul praktisch nut eigenlijk. Dat heeft, om te beginnen, geen praktisch nut. En dat heeft, eerlijk gezegd, als je weet dat het allemaal fake is, heeft dat ook nul charme. Waarschijnlijk is dat leuk, gelijk dat ik er nu een keer een kwartier mee rijd, dat ik zoiets heb van, voilà. Dat is leuk, dat geeft een sensatie. En maar... ik kan mij ook wel perfect inbeelden als je, ik zeg maar iets, een Alpenweg ergens, met zo van die glooiende bochten en zo, en je kunt echt wat doorrijden en je kunt regelmatig terugschakelen, dan draagt het bij tot de beleving. Maar als je bij wijze van spreken hier op deze Duitse steenweg perfect weet wanneer dat je hem kunt laten ploffen en knallen, dat is jammer. Ik vind dat maar mensen mogen daar te roerend oneens mee zijn. Maar ik vind dat een beetje jammer. Ja, we zijn wel echt een retro kaart aan het spelen. Is dat een pure kaart van nee? Ja, maar ik vind... dan is de hamvraag natuurlijk, een Alpine of een Cayman, hè? Ja, want blijkbaar vroeger was uw voorkeur dan... ging uw voorkeur uit naar de Cayman, maar... Als het iets is waarvan ik zeg van... ik zou... zo'n paar keer per jaar er een sportzak inzwieren en zo een transalpine rit gaan doen. Een transalpine rit? Ja, gewoon zo een stukje snelweg, een stukje bergweg en dan zo wat secundaire wegen en zo. Voor een ontspannend lang weekend of zo. Dan wordt het een moeilijke keuze, denk ik. Ja. Want dan zou een basisalpine en zo zou mij behoorlijk kunnen charmeren. Of de GT weet ik niet, daar heb ik nog niet mee gereden. Ja. Maar die zouden mij dan behoorlijk kunnen charmeren. Misschien zelfs iets meer dan een basis Cayman zou doen. Ja, hoewel dat hij misschien iets meer comfort heeft dan waarschijnlijk, als je dan op de snelweg rijdt. Of, ik weet het niet, ik heb alleen nog maar met de Cayman GT4 gereden. Dus dat is mijn enige ervaring. Dus ja, de andere Caymans zijn iets comfortabeler dan de GT4. Waarschijnlijk wel. Maar waar dat de gewone Alpine zo goed in is, is in... ja, die heeft zo'n goede balans tussen comfort en dynamiek. Ja. En dat is iets wat de Fransen heel goed kunnen. Hè. Ja, ja. En ik weet niet in hoeverre, want zo lang is de basis Cayman ook al geleden, in hoeverre dan een basis Cayman dat ook kan. Of dat zo op zijn Duits een beetje stug, niet oncomfortabel stug, maar zo een beetje... Ja. We gaan hier niet te veel toelaten, we gaan alles strak in het gareel houden. Is. Ja,
Want dat vond ik ook wel, als ik met die GT4 heb gereden, die Porsche, ik vond dat eigenlijk allemaal heel veilig. Voor zo'n extreme circuitmachine te zijn, had je daar eigenlijk nooit het gevoel in dat hij je nek ging overbrengen. Ja, het ding met die auto's is, dat kan hem wel, maar dat moet echt een circuit hebben of dat moet echt onorthodoxe snelheden halen. Dan zijn ze wel best snel van reflex en goed van talent om het onder controle te houden. Ja, ik ben eigenlijk gewoon niet goed genoeg om je hebt er de plaats niet voor, dat is het ding. Ja, dat is waar. Ja. 420 pk blijkbaar, die GT4. Ja, en ook die atmosferische motor. Je moet die echt in de toeren jagen. Maar als je die in tweede versnelling in de toeren jaagt, dan zit dat al 100. Dat was 140. Zoveel, voilà. Dus dat was in Duitsland getest. 140 in tweede versnelling. Uh-huh. Dus ja, voilà. Inderdaad. Als je dan een keer 6.000-7.000 toeren wil halen, want ik wil heel goed in toeren gaan. Uh-huh. En daar wil je dan wel een keer zijn. Ja. En je wilt dat ook niet in eerste versnelling doen, want... Maar om nog even terug te komen op het dilemma dan, ik denk als er wat meer muzikaliteit in mag zitten, dan zou zo'n Cayman GTS met de zescilinder mij ook wel kunnen bekoren. Ja. En een manuele bak. Als het echt zo... Dus ja, de Lotus perswagens zijn moeilijk geworden, al enkele jaren. Vroeger ging dat via Frederik Konings nog wel eens. Ik zou misschien even wachten. Ja, zien. Ja, het is daarom. Als je het niet kunt zien, moet het niet doen. Tegen die slag wil ik toch niet. We vallen. Nu denk ik dat je echt gewoon via Lotus UK moet gaan. En dat ze zeggen van, kom maar naar hier en dan kunnen we er een paar uur mee naar rijden. Ja, we hebben nog niet echt de kans gehad om hem even in toeren te laten gaan. Nee. Nee, dat was ook nog, maar dat was niet zo bijster hard optrekken. Dat klonk misschien nee, hard, het is maar... dat. Nu, deze streek van Duitsland zijn de wegen waar het kan wel iets minder dik bezaaid. Ja, slechte kozenregel, denk ik. Wat zou jij kiezen, Joram? Zou je bij het fanboyisme blijven? Of zou je toch... Ja, oké. Okay. Voilà, dat is een heel duidelijk antwoord. Ja. Nee, waarschijnlijk wel. Right. Ik ben daar ook wel een rare in, hè. En ik weet dat ook wel, zo mijn keuzes zijn heel vaak... Ja, maar dat maakt het interessant. Dat maakt het interessant, ja. Allee, misschien ook even vermelden dat ik recent een Jaguar S-Type gekocht heb. Gewoon omdat ik dat grappig vind. Dus dat is nu mijn dagelijkse auto. En dat is ook... Ja, kijk, soms blijft hij zo wel hangen. Zo, ja, inderdaad. Ik vermoed dat is omdat je op den duur niet meer op dezelfde manier gas blijft bijgeven. Ah, ja, dat systeem dan denkt van, maar jij gaat blijven accelereren. Ja, en dat duurt even tegen dat doorgeeft. Voilà, ik denk dat is. Dus het is ook niet de logische BMW of Mercedes dat ik gekocht heb. Nee. En dat is zo wel een beetje een ding bij mij. Dat ik zo altijd wat zoek naar de minder voor de hand liggende keuzes. Ik apprecieer heel hard als merken iets anders durven proberen in de autosector. Ja. En dat vond ik heel tof wanneer dat in deze uitkwam. Ja. Ze hebben daar redelijk lang op voorhand een conceptmodel van getoond, denk ik, van de Alpine. Ze hebben ook heel lang, dat is juist, ze hebben ook heel lang geflirt met Caterham. Is echt? Ah, oké, dat wist ik niet. Dat goed, dat is wel steek, ja. Begin jaren 2010, de koop stopt even, ga het vragen. Oh. Met een opbrengst van uw Saab, met de winst die je daarop hebt gemaakt. Die mensen luisteren misschien. Begin jaren 2010 zijn er heel veel geruchten geweest, ook in de Formule 1. Hè, want dan heeft Caterham even in de Formule 1 gezet. Ja. Dat Renault/Alpine en Caterham samen aan een sportwagen gingen werken. Okay. Die is er uiteindelijk niet gekomen. Alpine is dan op zichzelf voortgegaan en dan is dit eruit voortgekomen. Ja. Ze hebben dat conceptmodel denk ik zeker een jaar op voorhand zo getoond. Mm-hmm. En dat was altijd iets waarvan ik dacht van dat gaat er niet komen. Dat gaan we niet doen, want dat is niet logisch. Eigenlijk
zeker nu, toen was dat misschien nog iets minder, maar zeker nu zijn ze allemaal aan het focussen op elektrificatie. En als ze iets van submerk uitvinden, dan is dat wel een zuiver elektrisch ofwel een premium submerk. Een van de twee. Ja. Een vederlichte sportwagen maken met een verbrandingsmotor in, dat is iets dat je eigenlijk niet zoveel meer meemaakt. Ik vind dat echt plezant als ze dat toch gedaan hebben. En dat merk ook verder leeft, want ja, er zijn nu oké. Zuiver elektrische plannen, maar toch, het leeft wel verder en er zit iets achter en zo. Ja, ja, ja. Dus zo'n dingen apprecieer ik enorm. Dus eigenlijk alleen al daarom zou ik dit kopen. Plus dan met zo'n beetje de connectie met de familie die van rally houdt. Ah, wel, en, voilà. Ja, het is er zit een emotionele band. Ja, en ergens ook, als je met een Porsche ergens toekomt, wordt er een beetje een ja, als ik dat mag zeggen, het er schept wordt toch verwachtingen, want ik zei daar straks in het begin ook van, ja, dat ziet er echt een Porsche-rijder uit. Ik ben zelf ook schuldig aan voilà, inderdaad, er hangen bepaalde stereotypen aan vast. En ja, ergens, als ik dat nu mag zeggen, ik weet niet, maar er worden ook vaak Porsches gereden door mensen die nu noodzakelijke autoliefhebber zijn. Ja. Oh, Saab 95. en ik denk dat je nooit een Alpine gaat tegenkomen met iemand achter het stuur die niet enorm fan is van hetgeen waar hij mee rondrijdt. Ja. Dit lijkt mij misschien meer de keuze voor de pure autoliefhebber. Tenzij dat je gewoon echt weet waar dat Porsche voor staat en zo. Ja. En je bent daar liefhebber van, dan snap ik perfect dat je voor een Porsche gaat. Maar voor mij zou dit meer de alternatieve keuze zijn en zo, een individuelere keuze, denk ik. Ik vind dat een heel mooie argumentatie. Nu, waar ik daarnet ook nog aan dacht, omdat je ziet bij dit soort sportwagens met middenmotor nog altijd wel wat in dezelfde categorie, zo van lichtgewichtingen met heel veel gevoel. Ik heb dat gisteren in de video ook gezegd, maar ik moest eraan denken, omdat je zei van ja, zoveel zijn er niet meer. Veel van die moderne dingen, zoals dat je daar straks ook zei, die Cayman GT4 bijvoorbeeld, je moet echt plaats hebben, je moet talent hebben om daar echt het onderste uit de kan mee te durven halen vaak ook. Moderne sportwagens zijn voorzien van zoveel lage isolatie en zoveel rijmodi om te zeggen van, oh ja, ik rijd nu in de comfortstand, ophanging is zodanig veel voor u eigenlijk. Voilà. Ja. En bij dit, je voelt het direct als je stuurt van, amai, dat reageert direct. Ja. Amai, ik heb echt door wat de voorwielen aan het doen zijn. Ja, het voelt eigenlijk een beetje ouderwets. Ah wel, voilà. Het doet mij op alle manieren een beetje zelfs denken aan die GR86. Ja, ik snap omdat het. Omdat dat ook een pure auto is. Ja. En we hebben eigenlijk toevallig, de laatste keer dat ik met een Alpine gereden heb, dus een paar jaar geleden, hadden we, waar ik toen schreef, tegelijk een Subaru BRZ. Ah ja. En we hebben daar, ook in Duitsland, soms dan een keer doorgereden en bochtjes meegenomen en zo. En die waren redelijk gewaagd aan elkaar op vlak van hoe puur dat een auto aanvoelt. Het was wel gemakkelijker om met die BRZ te amuseren, omdat die nog zoveel minder vermogen had, vooral toen, want toen had hij maar 200 pk. Ja. Nu is dat 240, denk ik, de Toyota-versie die wij krijgen. Dus toen was dat echt een lichte auto dat je kon smijten zonder dat je zorgen moest maken. Dat is hier nog een beetje anders. Er is nog een balans is anders, hè? Ja, de balans is volledig anders en eigenlijk een BRZ of een GR86 is erop gemaakt om de pomp soms een beetje te laten gaan. Dat gaat hier grap meemaken. Maar daar vindt hij misschien wel een concurrent die nog een stuk goedkoper is, denk ik dan. Maar ja, wel, ik vind het gewoon tof dat die dingen nog altijd bestaan. En de Cayman en de Boxster die zijn er al jaren vaste waarden in. De Elise is ook al jaren een vaste waarde erin geweest. Maar dat je af en toe zo nog iets kunt hebben. Met een middenmotor, met twee zitplaatsen, met een heel direct stuurgevoel. En eigenlijk durf iets als een Cayman maar een keer uitdagen door een concurrent te ontwikkelen. Zonder dat dat blijkbaar teleurstellend is dan. Want veel negatiefs hoort je niet over een Alpine. Ik heb een mooie bocht voor u. Oh, dank u. Ik ken de bocht wel niet, maar oké. Hij gaat zo beet naar rechts. Het is niet het typische Duitse klaverblad, hè? Duitse klaverblad? Ja, je hebt dat toch altijd, zo hier in Duitsland op de autobaan, als je zo'n wisselaar hebt, dat echt zo van die... dat we in Duitsland waren. Dat bedoelde. Ja, daarnet nog meermaals tegengekomen inderdaad, zo van die heel slim doordachte wisselaars. Vooral met van die heel venijnige bochtjes zo. Ja. Voilà. Oké, kijk, voilà. Toch een keer in toeren geweest. En dan, misschien nog een bijvraag.
de, als je dan toch voor de Alpine kiest, zou je voor de basis gaan? Zou je voor een GT gaan eventueel, die zo'n beetje het compromis is tussen de basisversie en deze qua vermogen dan? Of zou je voor de deze gaan? Als is niet voor de S. Nee. Ik vind hem een beetje te hard. Maar wij zijn oude zielen, wij vinden alles te hard. Ik denk dat ik nu de oudste ziel ben van voilà, de auto. De jongste van de redactie, maar wel de oudste van ziel. Oh ja, een Jaguar S type, ja. Voilà, ik denk... Ik ging zeggen een GT, eigenlijk voordat ik erin stapte, ging ik zeggen een GT. Want dan was ik was juist een keer aan het kijken naar de versies en zo, en de artikels er ongeveer over aan het lezen. En de GT lijkt mij dan ideaal. Ja. Maar tegelijk heb ik het gevoel... Of dat nu 300 pk is of 252 pk, de essentie van die auto blijft eigenlijk hetzelfde. Ja. En ik denk dat de meerprijs 6.000 à 7.000 euro is voor een GT. Zal zoiets. Ik denk dat hij nog iets onder deze prijs sowieso zit. Dus pakt, for the sake of argument, dat inderdaad zo wat tussen de twee is. Wel, voilà. Dan denk ik dat ik misschien die centen zou houden en gewoon de basisversie zou kopen, omdat je ook al met een heel, heel aangename speciale auto rondrijdt. Ja. En of dat je nu 252 pk of 300 pk hebt, ja, als je daar niet mee op het circuit gaat, heb je daar misschien niet zoveel verschil aan. Dus... Ik ben het met u eens en ik denk zelfs, dat gaat een beetje raar klinken, maar dat je zelfs met die 252 pk zowat het Mazda MX-5 gevoel hebt, in de zin dat... Less is more soms. Van, je hebt niet zoveel nodig om het maximale eruit te halen. Zo. Van, je zit aan lagere snelheden al volle bak in het rijplezier. Ja. De eerste in die bocht was ik mij eigenlijk ook heel hard aan het inhouden, omdat je gewoon weet van... Ik denk, misschien heeft hij dat wel ergens, zo'n meterje van hoeveel vermogen dat je gebruikt zit hier op het moment ergens, zelf. Ja. En in een trackmodus krijg je het op je display te zien. Ah ja, voilà. Ja. Ik denk dat ik mij eigenlijk zou doodschamen moest ik dat gezien hebben in een bocht. Dan waarschijnlijk was ik misschien 150 pk aan het gebruiken van wat erin zit. Dus waarom zou je dan meer geld uitgeven aan meer? Misschien het comfort zou ik misschien ook wel snappen. Ja. Maar hoe comfortabel wordt een Alpine eigenlijk? Als GT, ik kan wel lederen bekleding hebben en zo, maar ik krijg er geen opbergvakken bij in die deur. Nee, dus, voilà. Je moet dan een dakkoffer installeren. Ja. Voilà, dus dat krijg je er waarschijnlijk niet bij op je GT-versie. Dus denk het niet. Misschien hebben we het ook niet zoveel steek om er een luxe wagen van te proberen maken. Dus nee, ik denk dat ik gewoon de basis zou nemen. Alright, dus voor u mag het de basis Alpine zijn, voor mij mag het een Cayman GTS met een manuele bak zijn. Maar als het toch een Alpine moet zijn, evengoed de basisversie. Mainstream. Voilà. Alright, dan zijn wij helemaal rond en was dit roadtrip voor deze keer. Over enkele weken zijn wij er ongetwijfeld weer met een nieuwe roadtrip. Misschien nog eens met een fysieke gast. We zijn druk bezig met een najaarsprogrammatie, dus eindelijk komt het er hopelijk binnenkort weer van. En anders is het terug in een nieuwe auto. Dus bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en tot over een paar weken voor een nieuwe roadtrip. Ciao.